Hey hallo, wat leuk dat je weer inschakelt. Wacht, inschakelt. Ik klink een beetje als Hans van de Tocht in de jaren 80. Wat leuk dat je weer klikt op de Trump update. Oké. Okay. Ik worstel hiermee, maar ik besloot het toch maar eens te behandelen omdat ik het zo vaak om me heen hoor en misschien jij ook wel. Mensen fluisteren het of schreeuwen het op social media. Er zou iets mis zijn met Donald Trump. Een geestelijke stoornis, misschien dementie, misschien doorgeslagen narcisme. De 71-jarige president zou raar en irrationeel handelen. De helft van Amerika vindt Trump niet alleen een gevaarlijke gek vanwege zijn beleid, maar ziet hem echt als een gek. En later zal ik je vertellen dat dit ook een politieke strategie kan zijn van links. Dat straks, maar eerst, wat halen die critici voor bewijs aan? Nou, dat is mager. Hij toont geen empathie, hoor je. Hij toont geen medeleven. Hij zegt tegen mensen die hun huis verloren in een orkaan: Veel plezier. Hij omarmt witte nationalisten, die zijn net zozeer goede mensen als hun tegendemonstranten. Maar je had ook mensen die. heel fijn people on beide kanten. Tja, is dat ergens bewijs van? Verder wordt aangehaald: hij weet de details van zijn eigen beleidsvoorstellen niet. Hij weigert lange beleidsnotities te lezen. Hij schijnt continu boos te zijn en te schelden in het over-office. En verandert om de haverklap van mening. Nou, ik kan wel meer presidenten opnoemen van wie je dat allemaal kan zeggen. Maar ook hij hield een harde politieke speech voor een groep padvinders, omdat hij soms niet meer lijkt te weten waar hij is. Hij kondigt beleid aan op Twitter zonder dat ministers of adviseurs ervan af weten. Hij verklapte nota bene de aanwezigheid van Israëlische spionnen in Syrië. In een gesprek met de Russen, wat toch echt een diplomatieke doodzonde is. Trump is kleinzerig, hij sneert, hij moet altijd iemand beledigen, hij moet er altijd zelf beter uit naar voren komen. Sommige psychoanalisten hier in de VS zeggen dat zijn tweets en zijn gedrag in het openbaar wijzen op narcisme. Maar ja, kom maar eens een politicus tegen die niet vol van zichzelf is. De arts van Trump zegt dat hij in prima gezondheid verkeert en totaal geschikt is om het land te leiden. De media zijn heel voorzichtig in het bespreken hiervan, want ja, wij melden alleen wat we weten, feiten. Daar zijn linkse kiezers dan weer boos over, want die zeggen dat de media verzwijgen dat er echt iets aan de hand zou zijn. En heel soms wordt het thema aangesneden, zoals door Brian Stelter van CNN. Is he suffering from some kind of illness? Is he fit for office? And if he's unfit, then what? Andere mensen op tv vee gaan veel verder. De presentatoren van de politieke talkshow en opinieshow Morning Joe roepen al maanden dat er iets mis is met Donald Trump. My mother's had dementia for 10 years. That sounds like the sort of thing my mother would say today if any CEO in a Fortune 500 company was behaving this way. He or she would be Deze Mika en Joe kennen Trump al jaren en zeggen uit eigen waarneming te hebben gezien dat hij veranderd is van persoonlijkheid, dat hij irrationeel is geworden. Maar goed, zal jij ook niet veranderen als je opeens leider van de vrije wereld bent? Toch, ook in de politiek beginnen mensen zich te roeren. Kijk, van democraten zou je dat verwachten. Deze afgevaardigde vindt dat Trump verwijderd moet worden omdat hij gek zou zijn. Maar ook in eigen partij, onder zijn eigen republikeinen, wordt er getwijfeld aan de capaciteiten van de president. Hier is anti-Trump-Republikeinse stratege Anna Navarro. En ze wint er geen lookjes om. It's time that somebody looks at the camera and looks at him and calls him up and says: listen, you crazy, lunatic, 70-year-old man baby. Stop it! You are now the president of the United States, the commander in chief, and you need to stop acting like a mean girl. Twee senatoren die niet door hadden dat hun microfoon nog open stond, hadden het erover. Ik denk dat hij gek is, zei Democraat Jack Reed. Ik maak me echt zorgen, antwoordde zijn republikeinse collega Susan Collins. I don't know. I don't say that No, een kind of, yeah, you know, En van, weet je wel, een beetje 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 een bedachtzame een een Trump aanhanger, maar die Bob Corker zegt nu de president is niet stabiel. een mist de stabiliteit om iets een elkaar te krijgen. Deze uitspraak kwam een een bom in de Republikeinse kringen. Nor some of the competence that he needs to demonstrate in order to be successful. Dus journalisten, politici, wie hebben we nog meer? Oh ja, de Veiligheidsdiensten. James Clapper was onder Obama director of national intelligence. Hij stuurde de Veiligheidsdiensten aan. En deze Clapper zegt dat Trump ongeschikt is voor het hoogste ambt in het land. Ik really question, uh, his, uh, ability to uh, his fitness to be in this office. Oké, okay. tja, wat moet je er nou allemaal mee? Ik weet het niet, maar wat ik wel weet, er is een vrij schokkende gewoonte aan de linkerkant van het politieke spectrum om te roepen dat een republikeinse president gestoord in de war of te dom voor woorden is. Denk maar even terug. Reagan was zogenaamd dement, George Bush senior in de war, Bush junior zou een lager dan gemiddeld IQ hebben en op Trump wordt het hele boek van geestestoornissen losgelaten. Luister Bij Reagan hadden ze een punt die je oogte vergeetachtig, al werd de diagnose van dementie officieel pas later vastgesteld. Maar die beschuldiging van domheid is vaak weinig meer dan het maskeren van minachting voor hoe iemand praat of denkt. Dat je het niet eens bent met iemand, maakt die persoon nog niet achterlijk. Tot zover deze Trump-update. Ik weet zeker dat ik een leuke week op social media te moeten gaan na deze column. Vind me op Twitter en reageer hieronder op Facebook of YouTube. Tot de volgende!